deze week in Nieuwsronde. Interviews op de markt in Meidrecht. En opening nieuwe theaterseizoen. Voor een euro, allemaal kopies. En we hebben een kilootje witlof voor een euro. Ja, ja, daarvoor ga je naar de markt. Waarom ik op de markt koop? Ik ga eigenlijk, als ik kan, eventjes op donderdagochtend naar de markt. De vaste, altijd vaste dingetjes. Ik ga altijd even hier het brood halen. Bij de groenteman altijd. De noten en de visboer. Dat zijn voor mij de vaste kraam eigenlijk waar ik langs ga. Ja, kleding. De kleding vind ik hier heel leuk. Zeker weten, ja. En voor u? Nou, ik ga schoenen. Schoenen. Maar ja, die en hebben ze niet zoveel hoor. Dan moet meer in de winkel kijken. Ik koop altijd kaas op de markt, nootjes, groenten. En soms ga ik ook nog naar de kippenboer. Dat zijn mijn vaste adresjes op de markt. Omdat het goedkoper is. Het is verser. En het is prettiger. Ik woon hier al 40 jaar dus. Omdat het gezellig is en goedkoop. Over het algemeen. Ten eerste is het gezellig, de markt. En lekkere producten, vers van de pers. Wat is nou het leuke van de Meidrechtse markt? Vaste publiek, altijd vaste klanten. Dat is heel vertrouwd, dus dat is heel gezellig. En een gezellige kooplui, collega's onderling, dus dat geeft ook sfeer. Het is een leuk publiek, ik zeer tevreden mee ben. Dus het is echt spontaan publiek hier en modebewust, dat moet ik hebben. Ik heb hier redelijk naar mijn zin hoor. Daarom ben ik er al 45 jaar. En heb je gisteren ook Prinsjesdag gekeken? Waarom niet? Omdat het gisteren geen Prinsjesdag was, maar eergisteren. Ja, oké. Okay. Oh. En eergisteren moest ik werken. Die houden we erin. Ja, ik heb het gezien toevallig inderdaad. Ja, het mooie rode lange jurk. Ja, prachtig. Nou, gedeeltelijk. Ja. Ik woon er vlakbij, dus ik zie al die ellende wel voorbij komen. Ik weet ook niet of het nou weer echt veel beter gaat worden. Dan. Misschien worden we weer blij gemaakt met een dode mus. Die op de markt als u rondkijkt? Moet ik even denken hoor. Nog een betaalbare kinderkleding. Wat missen we nog meer? Een leuke lifestyle winkel. Eigenlijk qua levensmiddelen en zo is er genoeg. Kleding ook wel. Even denken. Goh, lastige vraag. Ik zou het zo niet weten. We hebben eigenlijk alles. Ja. Ik mis meer horeca. Horeca? Ja. Ah. Meer terrasjes moeten er om het plein heen komen. Dat is een interessante, die hebben we nog niet gehoord vandaag. Nee? Nee. Ah, okay. Nee, dat zie je in heel veel steden. Dat er rondom een stadhuis of een plein meerdere terrasjes zijn. Ja. En dat geeft gezelligheid. En hier heb je eigenlijk alleen maar rendezvous. Verder prima. Maar ik denk dat het ook wel leuk is om wat meer horeca te zien. Mijn aardappels, mijn groenten, mijn kippenpoten, vis. En u bent de vaste klant hier? Zolang als ik nog lopen kan graag. 3 jaar. Jij Jan, al 30 jaar? Ik 25. En mijn vader stond hier al voorheen vanaf dat de markt begon is. 1971, 70. Karel? Al 43 jaar hoor ik net wat over u, want die is iets beter op de hoogte nog. Die staat er het langs staan. Ja, het is gezellig. Het is een klein dorpje. Het heeft altijd een leuke open mentaliteit. De mensen zijn gezellig, kennen elkaar. Je mag graag terugkomen. Ja, ik zal jullie niet van niks af 25 jaar natuurlijk. En niet omdat het niet leuk is natuurlijk. Omdat het echt leuk is. Ja. Nou, we proberen om wat te verdienen, hè. Kom ik niet om muggen te vangen. Hè? Dus, maar er zijn meer markten. Ja, er zijn meer markten. Ja, maar ik sta hier al jaren. Ik sta hier vanaf het begin, zeg maar, met mijn vader. Dus, ik sta hier al 42 jaar. En dus de mensen kennen me ook allemaal. Dat is gewoon leuk. Het is mooi weer. We denken wel eens de markt op. Nee, ik ken hem niet, maar... Oeh, kijk eens zo. Oeh. Je altijd te lief tegen me. Ja, kijk, ja, zeker weten. Ja, die ga ik ook verkopen aan die mevrouw daar, hoor. Dus... Maar die lopen goed vandaag? Ja, die gaan goed. Ja, ja, dat gaat goed, hoor. In de reclame, hè. 2 bossen voor 4 euro, dus... Bijna geen geld. Hoor. Bijna geen geld. Nee, zo is het ook. Ja. En bij dit zonnige weer hoort het erbij, hè? Dat is ook zo. Hij doet waarschijnlijk aan klantenbinding dan, hè? Nee. Maar je koopt wel vaak bij hem, denk ik. Iedere altijd. Ja? Ja. En we maken ook altijd een praatje. Ja. Dus vandaar. Dat is toch hartstikke gezellig? Ja, zeker weten. Tuurlijk. Ja. Ja. Maar daar heb je de markt ook voor. Hè? Ja, dat is ook de bedoeling, toch? Hebt u er last van dat er een markt is, of is dat juist een voordeel voor u? Een voordeel. Een voordeel voor ons. Absoluut, de gezelligheid. Maar u mist geen omzet door de markt?
Nee, nee, we missen daar geen omzet in. Nee, nee, het staat niet in de weg in ieder geval. Ja, ze moeten alleen met ietsje dikkere portemonnee komen naar de markt. Ja, het is wel een beetje crisis geweest, ja, hè? Ja. Maar u merkt dat wel? Ik merk het wel, ja. Ja, ja. Ja, ik had op donderdag geen markt en er was hier een plekje over. Dus, en dan ben ik een keer wezen proberen en dat zag er aardig uit en dat is steeds beter geworden. En hoe is de marktmeester hier? Hele beste vent, allebei. En de marktprijzen in vergelijking met anderen? Heel gunstig. Op de markt staat ook een kraam met dierenvoeding en dergelijke. Hebben jullie daar erg veel concurrentie van? Ik meen van wel. Hij zat in het verlengde van de loop van mij. En dat hindert mij wel in de verkoop van bijvoorbeeld hondensnacks en kattensnacks. Maar is dat vaker met mooi weer dat het kalmer wordt? Ja, dat merk je wel hoor. Dat als het echt mooi weer is, dat de mensen toch wat anders gaan doen en andere bezigheden hebben. En wat is dan het lekkerste weer voor Mark? Het lekkerste weer rond de 20 graden. Geen 19, regen? Geen regen, droog altijd. Ik mag ook graag wat sneeuw hebben, maar dat is meer voor de buitenvogelvoer en dergelijke. Dus dat heeft allemaal zo zijn invloed. Hè? Ja, ja. Altijd in de buitenlucht. IJs en wederdienende. IJs en wederdienende. Maar kunnen de planten tegen het ijs? Nee, dat niet. Dus dan moeten we afsluiten. Dan gaat er een kachel mee. Dus dan hebben we 2 keer zoveel werk. Want dan moet de tent dichtgemaakt, zeiltjes eromheen. We doen van alles dan om het te beschermen. Ja. Naar de klant toe en voor onszelf. Ja, kleding. De kleding vind ik hier heel leuk. Zeker weten. Ja, ja. En voor u? Nou, ik schoenen? Schoenen. Maar ja, die en hebben ze niet zoveel hoor. Dan moet meer in de winkel kijken. Ja, ik koop altijd kaas op de markt, nootjes, groenten. En soms ga ik ook nog naar de kippenboer. Dat zijn mijn vaste adresjes op de markt. Ja, ja, eet aardbeien op je brood, dan word je sterk en groot. Kijk eens hier, alsjeblieft. Waarom ik op deze markt sta? Nou, omdat mensen kwaliteit willen hebben en een vers product willen hebben. Ja, daarvoor staan wij op deze markt. Hoe lang bent u hier al? Ik ben hier van vanmorgen 8 uur om deze mooie spullen uit te pakken. Ik ben vanmorgen om 3:30 begonnen om het in te kopen. En het is iedere dag de kerstvers. En dat, daarvoor zeggen wij, ga je naar de markt toe. En wij gaan dus, en ik sta hier al in jaartal, als je dat ook een stuk vraag van u is. Ik denk 24, 25 jaar sta ik op deze markt. Dus ik ben hier jong gekomen. En ik sta hier nog steeds jong en vrolijk. Om een verse product iedere week aan de consument met veel genoegen te verkopen. En veel vaste klanten? Heel veel vaste klanten en tevreden klanten. Want ja, voor versheid ga je vandaag aan de dag, voor omzetsnelheid ga je naar de markt. Want dan ken je gewoon, de markt is wel anders dan vroeger. Wij zeggen, je gaat voor smaak en belevenis en voor een nette prijs, daarvoor ga je naar de markt. Zelf is hij directeur. We zullen het thema man en paard noemen. Paard. Nee, dank je wel. Dit is te gek, had je niet moeten noemen. Zit er nou voor Dolf ook genoeg in voor vanavond? Dit weekend, opening theaterseizoen. Een speciale avond, denk ik. We beginnen vanavond met Dolf Jansen, als ik mij niet vergis. En morgen natuurlijk kindercabaret Vet. We kunnen wel zeggen dat een vette opening is van het theaterseizoen in Apkoude. Allebei uitverkocht. Dus ik verwacht er weer veel van. Dolf Jans is vorig jaar hier geweest. Dat was een groot succes. En we konden hem weer krijgen voor oudjaar 2014. Dat lijkt wat vroeg. Maar Dolf die doet gewoon het nieuws van het hele jaar najagen. En of het nou september is of december. Het is een opbouw naar de show die hij eind van het jaar houdt in de Kleine Comedie. Maar hij gaat het hele land door met actualiteit van de voorliggende maanden. En dat doet hij geweldig. Dus we verwachten er heel veel van. Is het moeilijk om een heel seizoen nou weer vol te krijgen met allerlei artiesten, bekende, onbekende? Tenminste, ik kan me voorstellen dat het hard werken is. Het is moeilijk om een programma te maken wat iedereen leuk vindt en waardoor de zaal vol is. Dus, en het lijkt wel alsof het steeds moeilijker wordt. In het begin was er natuurlijk heel veel keuze en dat is er nog. Maar als je al een aantal voorstellingen hebt gehad en je wil niet elke keer dezelfde mensen terug laten komen. Dus je moet op zoek blijven naar vernieuwing.
En wat met name moeilijk is, is om grote namen te krijgen. Dus de grote namen, daar, daar liggen wij als programmeurs liggen we daar op de stoep van, als je, wil je alsjeblieft komen spelen. En de minder grote namen, het jong talent, dat ligt bij ons op de stoep met de vraag, mogen we alsjeblieft bij op het podium komen staan. En dat maakt het gewoon heel spannend en heel leuk om te doen. En wat kunnen we dit seizoen zoal verwachten qua bekende namen, misschien iets minder bekende namen, interessante shows? Jeroen van Merwijk die doet zijn laatste show. Dat is een geweldige cabaretier. Deze show heeft in alle pers heeft hij 4-5 sterren gehad. Daniel Arends, dat is een nieuwkomer, die is uitverkocht al. Ronald Snijders, ik weet niet of je die kent op televisie, dat is de man die heeft al van die woordgrappen. En dat is een hele hyper, maar ook hyper intelligent mannetje. En die heeft een geweldige show. Erik Koller. Erik Koller is bekend van zijn niet uitgesproken cabaret. Oftewel, hij zegt geen woord, de hele voorstelling. Het is allemaal pantomime en ongelooflijk geestig en geweldig goed gedaan. Micha Wertheim. Micha Wertheim is wat mij betreft een van de grootste cabaretiers van Nederland. En hij komt nu voor de derde keer en ik wou hem er graag in houden. Dus 23 april de afsluiting met Joep van het Hek. Maar komend weekend, of dit weekend eigenlijk natuurlijk, start Dolf Jansen, kindercabaret Vet. En voor volgend weekend? Nee. Volgend weekend René van Meurs. Je hebt Cabaretten 2012 gewonnen. Dat is een van de grote cabaret festivals. Dat heeft hij gewonnen. En hij staat in Toemler en daar speelt hij met grote jongens als Theo Maassen. Noem de jongens die daar allemaal staan maar op. Jan-Jaap van der Wal. En hij heeft ze daar mooi ingevoegd. En gaat nu met zijn eerste avondfilmprogramma het land in. En heel spannend voor hem en ook voor het publiek. En dat is wat we ook graag willen. We willen gewoon ook jonge talenten kans geven. Dus niet alleen maar de gevestigde namen zien te krijgen, maar een mooie mix maken tussen die twee.